Hoi, hey, dit wordt een liefdesreading voor het teken van Waterman. Lieve Waterman, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan-ascendant in je Venus teken. Laat los als het niet past. Niet iedereen loopt natuurlijk op dezelfde energie. Uit dankbaarheid wil ik iets terug doen. Ik ben bezig met een actie. Wil je meedoen met de actie, dan kun je een basisreading ontvangen. Wat mag je doen? Abonneer, like, deel en onder in de comments wat je maar wilt. En we gaan eens kijken. Toi, toi, toi. Ik ga in de tweede week van juli ga ik verloten. Dus zet hem op. Seek healing and love. Oké. En communicate. Oké, nou dat kunnen jullie wel. Maar er is ergens heling in nodig. En ik zie dat het te maken kan hebben met de liefde. Het kan zijn dat doordat je heling gaat vinden, of misschien heb je heling gezocht, dat er dus liefde op je pad gaat komen. Eens kijken. En ik zag ook nog, wat ik hier onderop zag, was celebration en communicate. Oké, communicatie. Eens kijken, wat is jouw uitdaging? Langzaam, ik pak hem toch. De ridder van pentakels. Dus langzaam en gestaag op weg naar stabiliteit. Het kan zijn dat je soms de stabiliteit kwijt bent. Of het is zo dat je een beetje ongeduldig bent over het pad waar je eigenlijk naartoe wilt gaan. Oké, wat mag ik nog meer ontvangen? De zon, wauw. Kijk hoe die eruit vloog, prachtig. Dus misschien ben je een beetje ongeduldig. De zes van staven als zwaarde, sorry. Dus op rustig vaarwater komen. En een excuus, oké. Wat zou je graag willen, lieve waterman? De tien van pentakels, de ridder van, of de koningin van staven. Dus actie, passie, aanzien misschien, communicatie. Oeps, uit verwarring komen, temperance. Ik ga ze even terug doen, ik wil één kaart geven. Oeps. En een balans, gerechtigheid. Dus oude karma delen oplossen, balans vinden, communicatie, alles op nul. Of in ieder geval, bepaalde karma stukjes afsluiten in je leven. Oké. De zon, ja, de prachtigste kaart van het tarot. Dus geluk, wauw, prachtig is dit. Dus je innerlijke kind vrijlaat, het allerhoogste geluk, wat je ook aanraakt, verandert in goud, zeggen ze dan vaak. En ja, de zes van zwaarden. Dus je bent in een soort van verhuizing. Je hebt waarschijnlijk veel meegemaakt. En nu is het tijd om eigenlijk op rustig vaarwater te komen. Dan heb ik hier de Page van Cups. Een liefdesaanbieding, een nieuw begin in een liefde. Noem het maar, een nieuwe cycle. Wauw. Eens kijken, wat mag ik nog meer ontvangen? Hier ook een nieuwe cycle. Wauw. Dus je staat op het punt om een hele grote verandering door te gaan. Mag ik weten over die ridder van pentakels? Oké, hartpijn. Oké, dus ja, helen van iets. En het is wel een mooie kaart, want je gaat langzaam en gestaag. Dat kan een uitdaging zijn op weg je pijn te helen. En misschien duurt het je wat te lang, maar wees geduldig. Want je komt uit deze pijn, is wat ik zie. En daarna heb ik hier de chariot, dus vooruitgang. Dus ja, als je eenmaal accepteert hoe bepaalde situaties zijn gegaan en ook de pijn accepteert, zul je ook zien dat er dus iets op je pad gaat komen, dat spiritje gaat helpen. Dat je op weg wordt geholpen naar een lastige periode aan weer vooruit kunt gaan. Mooi. Wat mag ik weten over die zonkaart? Oeps. Ridder koningin van staven, zeg ik. De ridder van zwaarden, oké. Snelle movements. Het kan zijn dat er een conflict was, dat je niet goed wist waar je stond met iemand. De ridder van zwaarden is wel iemand die voor conflict kan zorgen als hij andersom ligt. Dus er kan enig conflict zijn geweest, waardoor je eigenlijk een soort van in de war bent geschoten. Van welke keuze moet ik maken? Het lijkt wel of je iemand achterlaat en eigenlijk een keuze bent gaan maken. Of je zit er nog middenin. Wat mag ik nog weten van die... Ridder van staven. Zwaarden, sorry. Een nieuw begin. Oké. Stabiliteit. En wat mag ik nog van de zeven? Ja, helderheid. Dus is bepaalde antwoorden gezocht is wat ik zie. Dus je was een beetje van welke kant gaat het op? Welke keuzes moet ik maken? Misschien had je bepaalde meerdere opties. Of wist je niet goed hoe je met je gevoelens moest gaan. Wat ik zie is dat er een nieuw...
ja, een nieuw pad is gestart voor je op weg naar stabiliteit. En misschien duurt het je in ieder geval een beetje te lang. Ook omdat een ridder van zwaarden vaak nadenkt en ongeduldig kan zijn. Maar ik zie dat je een soort van helderheid krijgt. Spirit helpt daar eigenlijk mee. Je hebt heel lang in een soort van molen gezeten van wat moet ik? En vloep, in één keer kwam er, zodra je eigenlijk wat ik voel, die pijn loslaat, komt er in één keer, heb je weer wat meer rust. Heb je weer wat meer rust om eigenlijk vooruit te gaan. En daardoor krijg je dus bepaalde antwoorden op je pad. Mag ik weten over die zes van zwaarden? De koning van pentakels. Ja, goed voor jezelf zorgen, voor de natuur, voor de mensen om je heen. Iets opbouwen. Dus van een peet eigenlijk naar de koning van pentakels. Dan heb ik hier weer de schildkraap van bekers. Maar je bent eigenlijk bezig om jezelf goed te nurturen. Dat is ook belangrijk. Dus voel je ook goed. Ga de natuur in. Ga iets doen waar je blij van wordt. De koningin van cups. Wauw, super mooi. Ja, dit, ik heb hier bijna alle koningen op tafel. Het is bijna de hoge priesteres of de empress. In ieder geval is het voor jou heel belangrijk om je emoties te reguleren. Dus op aardsvlak, maar ook spiritueel. Ja, je goed neer te zetten, je goed te voelen. Dus ga mediteren misschien. In ieder geval zorg dat ervoor dat jij dus rust krijgt. Dus een verhuizing eigenlijk doormaakt in jouw energie. Dat is heel belangrijk op dit moment. Dus die heling is ook echt nodig. Maar daardoor wel eigenlijk verder gaan bouwen aan jezelf. Dat is ook heel super belangrijk. En ja, je wil passie, je wil avontuur, je wil, ja, je wil een balans vinden. Wat ik hier ook al zie, balans in emoties, in je fysieke. In ieder geval balans van een situatie wat onrustig was, van pijn. En dan zit je nog middenin, maar ik zie wel dat je het heel goed doet. Je geeft jezelf liefde, of dat is de bedoeling dat je dat doet. En ga iets doen waar je, ja, jezelf goed bij voelt, creatief bezig zijn, noem het maar. En dan zie ik hier dat excuus, of dat nieuwe pad van liefde eigenlijk. Het is een kleine aan, ja, toch wel liefde, kijk dan. Ja, je laat iets achter. Je hebt nog veel passie, is wat ik zie. Maar je op weg naar de zon, maar die ligt hier. Dus het kan heel goed zijn dat je nog passie voor iemand hebt. Zodra je eigenlijk wegloopt, of misschien ben je al weggelopen, zie ik dus een excuus. En dan zie ik ook nog de ridder van Knight, de Knight van Ridders. De Knight van Ridders, dat is ook, slaat ook weer nergens op. De ridder van Cups. Stuk. Maar het kan zijn dat jij iemand in je omgeving had die in en uit je leven was. Dat je daardoor een beetje verward was. Maar door eigenlijk die verwarring heen heb je voor jezelf gekozen. Heb je misschien knopen doorgehad. Heb je zoiets gehad van nee, ik ben belangrijk. Ik ga goed voor mezelf zorgen. Ik heb mezelf lief. Ik wil rust hebben, ik loop weg en dan vloep, zie ik dus een excuus van iemand. En ook veel passie is wat ik zie, een nieuw avontuur in de passie. Ja, iemand uit je verleden. Dus wat ik heel erg voel is dat er waarschijnlijk iemand uit je verleden waar je nog veel passie, wat ik al zei, weer terugkomt. Met een excuus, met een romantisch gebaar. Het kan ook zijn dat het iemand nieuw is nadat je iets hebt losgelaten wat pijnlijk voelde. Maar in ieder geval dat er iets terugkomt is heel duidelijk. Dus eigenlijk een nieuw avontuur. Ja, passie, wat ik al zei, wat je graag wilde. En liefde. Oké. Eens kijken, wat mag ik nog meer ontvangen? Ja, only time will tell. Even kijken aan het hartje. Dus alleen tijd zal het zeggen. Nog één kaartvraag. Wanneer het aankomt tot je hart, is er geen goed of fout. Welke keuze je ook maakt, het leidt altijd naar liefde of doe het met liefde. Oeps. Vriendschap. Een kleine attentie is onderhoudende vriendschap. En alleen liefde zal je vrijmaken. Laat al het oude los en laat nieuwe liefde toe in je leven. Dus of het nu een nieuwe liefde is voor sommigen, omdat je iets achterlaat, of het is iemand die je al kent. Dat kan voor iedereen weer verschillend zijn, let wel. Misschien dat je iemand kan vergeven, let wel, want er is wel misschien een conflict geweest waar je pijn hebt van gehad. Dus het kan iemand zijn die weer terugkomt. Of het is zo dat er iemand nieuw op je pad gaat komen. Ik denk dat je diegene al kent, dat is een beetje wat ik voel. Waar je misschien vandaan bent gegaan, of dat probeer je in ieder geval. En dan zie ik dus deze twee knights, of een schildknaap en een knight van cups.
die dus iets wil aangereiken, wat dus tot passie gaat leiden. Oké, dit is wat ik voor jou heb, lieve Waterman. Mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like, deel. Onder in de comments wat je maar wilt, als je mee wilt doen met de basisreading. Wens je al het goeds. Doeg!